Kan het dat je een terugval hebt van 5 uur of zo? Goedemorgen, het is vandaag. Welke dag is het? Het is dinsdag de 5e. En Matthijs is er. Yo! En die is er weer lekker de sandwiches aan het maken. Matthijs. En ik heb even een neustrippel gedaan. Wat? Wat is dit? Oh, dat mag je eten. Wat is dat? Witte chocola met crunch. Oeh. Ik heb een neusstrip opgedaan. Alleen hij laat een beetje los. Hij moet nu opdrogen en dan kan ik hem eraf trekken. Ja, bonbonnetjes. En dan ga ik me klaarmaken. Dan ga ik naar de bank, want ik moet allemaal dingen regelen. Dan ga ik naar de Chanel winkel om eindelijk mijn tas op te halen. En dan ga ik even richting Almere, richting kantoor van mijn management. Om daar een campagne te doen. En ik weet niet, ik vind het altijd leuk als ik daar... Ja, die kan wel. Ik vind het leuk als ik er ben om dan te blijven hangen. Tenminste, ik neem me altijd voor om niet te blijven hangen. Maar dan blijf ik toch hangen. Ja, af. Hoezo? Dat ik een nieuwe voor je gekocht. Dat, hoop dat maar dat het was gebeurd. Ja. Ik ga even een video editen en daarna gaan we de stad in. Ik kan eindelijk mijn tas ophalen. Zo is er zin in. En wat is er nou? Vandaag, het is vandaag de nacht al. We hadden net ruzie. Omdat ik geen foto's kan maken. Maar dat wisten ze al 10 jaar geleden. Oké, ik ga dus even die video editen en dan kunnen we het eruit. Ik ben weer in Almere. En ik heb een lekker kaastostietje gemaakt. Oh ja. Hoi. Jimmy? Hey Jimmy. Jimmy. Hoi. Hoi. Wauw. Oké. Ik zag erin zitten. En kijk even naar deze lekkere kaastostie. En Stanley lust geen kaas. What up, what up? Takeover is dit. Takeover, jullie weten wie het is. Xavier op je beeldscherm. Model, superster. Rapper, zanger. Alles wat je wilt. Xavier Belfort, toch? Xavier Belfort, Green Ice Boy, you know how we do it. Laat dames flauw vallen. Je boy Marcus, zanger, neefje van Brace. Yes. Ik ben heel awkward voor de camera. Maar... Daisy. Ja. Zeg eens wat. Nee. Ik kan toch zelf praten? Ja, dat kan ik heel goed. Dep! Luister vooral naar deze cd. Hij gaat vaak naar de kerk. Passion. Praise the Lord. Amen. En blijf maar filmen. Marcus is wel een spotlighter. Ja, man. Ja hoor. Kom, we gaan Serkan storen. Serkan. Honor to Doc. Hoe gaat het met jou? Mr. Producer. Ik ben weer niet gemaakt voor deze dingen, Marcus. Ik ben nog steeds hier in Almere en ik had allemaal dingetjes binnengekregen, super lief. Ik heb van Anna van Elen iets voor mijn verjaardag gehad. Een luchtje en een shower gel. Echt super schattig, dat had ik echt niet verwacht. Echt heel lief. En ik heb van Cult en Ace heb ik dit pakket gekregen. En hiermee kan ik een 7-Up Mojito maken, als het goed is. Jill Sander Shake Eau de Toilette Natural Spray. Dit is een geur van Jill Sander, maar ik ken deze helemaal niet. Ik ken de normale Sun wel, maar Sun Shake is het... Oh. Ja, anyway, die ga ik zo even ruiken. Van Sally Hansen deze Airbrush Legs Bane Bronzer. Van Bourjois heb ik dit. Wat is het eigenlijk? Volgens mij is dit een soort BB cream of zo. Maar het is in de lichtste kleur, dus die is sowieso te licht voor mij. Ook deze lippenstift.
denk ik dat het is. Nagels zijn echt dramatisch trouwens. Ik moet ze deze week laten doen. Oh, wat is dit? Volgens mij is het wel mooi. Het is met een velvet finish. Deze mascara van Rimmel. Bij dat bourgeois pakket zat trouwens ook dit t-shirt. En ik heb Timberlands gehad. En deze is wel heel handig voor motorrijden. Want ik ga nog veel meer lessen nodig hebben natuurlijk. En vorige keer kwam ik aan op mijn Nike's. En dat was natuurlijk niet echt de bedoeling. Dus dat komt heel mooi uit. Ik weet nu dus waarom dit luchtje shake heet. Het is namelijk verdeeld in twee soortige vloeistoffen. De enige is een beetje olieachtig. De ene is een beetje olieachtig. En de ander niet. Dus het is een beetje zo gescheiden. En dan moet je dus shaken. Zodat het één geheel wordt. Hey, dan krijgt het een beetje zo'n soort sangria-achtig kleurtje. En dan ga ik even ruiken of het ook nog is. Zit er ook een soort van glittertjes in? Of lijkt het maar zo? Ik weet niet. Even ruiken. Het is 7:50 en we hebben om 8:00 afgesproken met mijn broer en een vriendin van Stanley. In Amsterdam. Om te eten in Amsterdam. En 7:50 in Almere. Ja, dus daar zijn we echt niet op tijd. Ik denk dat ze het erg naar hun zin gaan hebben met z'n tweeën straks. Ik heb net doorgekregen dat ik morgen en overmorgen vrij ben. Want ik zou eigenlijk moeten draaien voor Constraint. Dus dat is heel chill. Ik heb vandaag 2 campagnes gedaan hier op kantoor. En voor de rest mijn YouTube video's beantwoord en dat soort dingetjes. En natuurlijk die persplekjes ontvangen en bekeken en gefilmd. En mijn nieuwe tas. Tenminste, mijn nieuwe tas. Ja, eigenlijk best wel mijn nieuwe tas, want ik had hem nog niet zo lang en toen was die kapot. En ik ga hem echt niet meer meenemen met uitgaan. Dat doe ik gewoon niet meer. Oh. God, het gaat allemaal niet van een leien dakkie. Maar goed, ik ga hem echt niet meer meenemen met uitgaan. En ik ga hem nu gewoon alleen nog maar... Als ik uit eten ga of zo. En mocht ik nou net uit eten gaan, ik ga even mijn portemonnee zo hierin doen. We zijn weer thuis. We hebben net gezellig gegeten bij Loetje met Stanley en zijn vriendin. En ik ga me nu even omkleden in een chill outfit. Eigenlijk wilde ik vandaag nog een video opnemen. Wat is er? Ja, ik denk je staat gewoon bij een blote poen. Maar... Dat is helemaal niet waar. Ik heb een broek aan. Oké. Maar goed. Ja, we hebben net gegeten. We willen eigenlijk een video opnemen, maar dat gaan we nu morgen doen. En mijn nagels zijn afgebroken. Het was eigenlijk een soort van hint volgens mij van goh, je moet het nu gaan doen. Dus ik heb morgen een afspraak om mijn nagels te laten doen. En oh, dit luchtje is trouwens zo lekker. Eerst wist ik niet echt wat ik ervan vond, maar hij is echt, echt, echt heel nice. Dus daar ben ik blij mee ook. Ik wil nog wat zeggen, maar ik ben het vergeten. En ik ben zo blij dat jij weer terug bent. Ik heb nu trouwens het shirt aan wat ik vanmiddag binnen heb gekregen. En mijn Hollisterbroek die ik vorige week heb gekocht in Duitsland. Ik lig met vlogs te kijken en het is 11:50 en nu zou je zeggen het is toch best wel een normale tijd dat je moe wordt, maar voor mij niet, omdat ik echt een verdere ritme heb. In dit weekend slaap ik super laat door werk en ik slaap altijd mega lang uit en blablabla. Normaal ben ik ook echt nog niet moe, rond 12 uur gisteren was ik dat ook, sliep ik ook redelijk vroeg. En nu lig ik vlogs te kijken en ik voel gewoon dat ik zo ontzettend moe ben. Matthijs. Ja? Op hoeveel graden staat de verwarming? Weet ik niet. Eeuw. Wat is er? Er loopt hier een mug hier. Wil je dat ik dood maak? Ja. Ja. Maak hem dood. Ja. Het is 21 uur. 21 graden. 21? Wil je hem even naar 23 zetten? Is het koud hier? Ja, ik heb het heel koud. Waar is de mug? Hier. Oh, moet ik hem dood maken? Nee. Nou ja, wat ik dus aan het vertellen was, ik ben echt super moe de laatste tijd. En ik heb ooit 5 gehad toen ik in de 4e klas zat. Was het echt een mug of niet? Ja. Nee. Wat een rat. Er liep een muis op de muur. Ja. En ik heb 5 gehad toen ik in de 4e klas zat. En toen was ik echt zo moe, ik kon gewoon niks. Ik werd vanochtend wakker. Ik heb gewoon uitgeslapen. Ik weet niet eens hoe laat ik wakker werd, maar het was echt gewoon laat. En toen... ben ik naar de bank geweest. Heb ik mijn tas opgehaald. Ben ik naar kantoor gegaan. En heb ik daar gezeten tot... wat was het? Tot 7:45. En toen zijn we daarna gaan eten. Maar dus niet een mega productieve dag. Ik heb kantoor echt gewoon gechilled. En voor de rest naar de bank en je tas ophalen. Maar toch was ik heel de dag echt helemaal kapot. En echt hoofdpijn ook.
En dat had ik dus ook toen in de vierde klas als ik terugkwam van school. Ja, op school, het is niet dat je fucking intensief bezig bent of zo. En als ik terugkwam van school, dan was ik zo moe, dan moest ik slapen. Dan werd ik wakker gemaakt voor het eten en dan was ik ook zo moe weer. En ja, dan lag ik wel s'avonds wakker en dan kon ik dus weer niet opstaan. En dan was ik echt na school echt weer mega moe. Maar ik heb nu dus ook dat ik echt een beetje dat laafloos. Dus al ben ik wakker, dan kan ik gewoon de hele tijd doorslapen en ik voel me niet optimaal energiek. Dus kan het dat je een terugval hebt van 5 uur of zo? Want ik weet wel, mij is toen in ieder geval verteld door de dokter, dat je dat voor altijd in je bloed blijft, dat virus, maar dat het dan niet actief is. Maar kan het dat het dan weer actief wordt? Want ik voel me echt laveloos. En wat ik toen trouwens ook had, toen moest ik dus testen of ik 5 uur had, toen moest ik bloed prikken en toen ben ik flauwgevallen. En ik was daarvoor helemaal niet bang voor bloed prikken of inentingen of whatever. Maar sindsdien ben ik zo bang voor naalden. Omdat ik was flauwgevallen en ik durf nu echt geen bloed te prikken. Ik heb sindsdien geen bloed meer geprikt. Ik was toen 16, denk ik. Maar ik heb daarna wel een tongpiercing gehad. Zo erg, don't judge me. En ik heb ook daarna tatoeages genomen. Dus ik ben voor die naalden niet bang. Maar wel voor naalden die iets of uit je zuigen. Dus zoals bloed of iets in je spuiten. Zoals een koude vloeistof met inenting. Als ik erover praat, dan worden mijn spieren al slap. Anyway, ik ben dus altijd lullen over het feit dat ik zo moe ben. Ik ga nu lekker slapen. Hartstikke bedankt voor het kijken en ik zie je morgen weer. Doei.